Ik heb mijn werk weer gedaan. Kijk eens. Mooi taartje. Die is van mij. Dat dacht ik al, maar er is er één. Maar één man. Waar je dat zeker van kan weten. Ja, dat soort is de Fred Perry. Draagt. Ja, die is van mij. Broekje. Wat is de andere van mij? Shirtjes. Allemaal gelukt, Michiel? Ja. De was is schoon en droog. Het is weer goed. Nou, fijn jongens. Ja, heerlijk. Hoe was jouw dag verder gisteren, Michiel Berger? Gisteren was weer een hele leuke dag. Ik heb een hele leuke sessie gezien van Ira Glass. Dat was eigenlijk toeval, had ik niet op gemikt. Maar ik liep door dat gebouw heen en er stond een hele lange rij. Ik dacht, voor wie is deze rij? En dat blijkt dus voor hem te zijn. Dat had ik helemaal niet gezien in het programma. Want je kan pas de sprekers zien in het programma als je eerst klikt op dat dingetje en dan scrolt. En dan kan je pas zien wie de spreker is. Dus nou, er wordt over geklaagd dat die app slecht is. De app is dramatisch slecht. Als je wil kijken naar... Je ziet een titel van een panel en dan klik je daarop. En wat je dan krijgt is ongeveer eerst de locatie waar het is. De map van Austin. En je moet eigenlijk heel ver naar beneden scrollen voordat je de inhoud kunt vinden. Dus, en dan weet je ook nog niet wie de spreker is. Dat had ik gisteren ook. Ik kwam ergens naar de break Andrew Keen de spreker te zijn. Nu zou ik die normaal gesproken gemijd hebben. Maar goed, gelukkig in dit geval ben ik gebleven. Want dat is een oude bronpot waar ik normaal gesproken niet zoveel mee heb. Maar gisteren was hij een hele optimistische bui. Dus in dit geval, dankzij de slechte app, heb ik een goed panel gezien. Of een goede spreker. En wat was dan de takeaway van Keen? Nou, eentje graag. Ja, nou, wat mij betreft verwoordde Keen eigenlijk best wel een beetje de toon die ik hier hoor. En dat is, jongens, als er dingen fout zijn aan het internet, it's up to us. We moeten het samen dan weer fixen. Michiel Buitelaar, kun je ietsje aanschuiven? Want je zit daar zover. Mijn was lekker. Ja. Het schuift gezellig aan. Hey, er wordt ook een beetje geklaagd af en toe over de rijen. Heb jij die ervaring ook? Ja, die kan je een klein beetje plannen, maar ook weer niet helemaal. En men is zeer procedureel. Er lopen hier dus Cor van der Laak-achtige types rond die dan die je gaan sturen. Die zeggen, en ik heb ook gisteren een kleine aanvaring gehad met een man die zei, up against the wall, against the wall. Ik moest tegen de muur gaan staan. Dat vond ik. Dat klonk een beetje, doet mij wat denken aan onze oosterburen. Vond ik ook vrij intrusive. Maar je kunt het soms een beetje bespelen. Wij hebben enig succes gehad gisteren. We stonden bij een film te wachten. Dus ik was er al en hij kwam aan. En probeerde zich bij mij te voegen. Dat heet in wachttijdtheorie heet dat student queuing. Dus dat je bij degene die je kent, die het meest vooraan staat, je probeert te voegen. Dat mag dan ook niet. En toen zei ik tegen die mevrouw, he's with me, we're about to get married. En... Nou. Oh, dat is zo awesome! Ja, dat ging er echt in als godswoord in de naam. Dat was helemaal ontroerd. Nou ja, dat lukt dan soms. Nee, die rijen, dat is dus serieus licht irritant. Maar ja, we zitten hier met ongelooflijk veel mensen. En er zitten soms ook enorme verrassingen bij. Ik was dus gisteren heel vroeg op pad gegaan voor Steven Pinker. Die dacht ik heel beroemd was. Maar ik blijk ongeveer de enige te zijn die dat dacht, want er stond geen hond. Ik zag even heel inhoudelijk een aantal observaties van jou op papier over artificial intelligence. Ja. En de manier waarop zeg maar, dat werkt en hoe de ratio, of dat eigenlijk geprobeerd wordt daar dezelfde mechanismen op te leggen als van het menselijk gedrag. Ja. Is echt wel een onderwerp hier, hè? Nou, impliciet. Het komt op verschillende plekken voorbij. Ik heb dingen gisteren gezien over bewustzijn van machines, wat esoterisch, maar echt boeiend was. Maar het gaat ook over, kunnen machines die intelligent zijn, kunnen die zelf uitleggen wat ze doen en kunnen die dat beredeneren? En volgens mij zit daar soms achter dat alsof wij mensen dat allemaal zo goed kunnen beredeneren. Als jij wat zegt, alsof dat allemaal volkomen rationeel en onderbouwd is. Nou, dat is het niet. En een van mijn favoriete voorbeelden die heel vaak voorbij komt, is van een zelfbestuurde auto die in een noodsituatie komt en dan moet kiezen of die een oud omaatje doodrijdt of een jonge moeder met een kinderwagen. En dan was de vraag, gaat dan die machine de juiste beslissing nemen? Ik vind dat zo'n rare vraag. Ik bedoel,
A, mij overkomt dat, geloof ik niet. Maar stel dat het maar zou overkomen, zou ik dan een juiste beslissing nemen? Is er een juiste beslissing? Of kom ik gewoon na afloop met een prachtig gerationaliseerd verhaal om mijzelf te verantwoorden? Dat wordt voortdurend worden, vind ik, dat soort dingen opgelegd aan machines. Dingen waarvan ik denk dat wij mensen daar ook niet aan voldoen. Ja. Elon Musk, want je refereert even aan het zelfrijdende auto's. Ja. Die zei trouwens gisteren dat, en hij kan het volgens mij best wel weten, dat die zelfrijdende Tesla's in 2019 gewoon aantoonbaar veiliger rijden dan auto's door mensen bestuurd. Ik twijfel er niet aan en ik heb ook wel iemand... Daar ben ik van overtuigd. Ik heb één keer heb ik met mijn auto een aanrijdingje gehad. Want jij hebt een Tesla, hè? Ja, ik heb een Tesla en ik moest remmen voor een auto voor mij die uitviel. Dus ik moest remmen en die achter mij, die reed tegen mij aan. Ik weet zeker dat als ik hem op dat moment op die autopilot had gedaan, dat hij voor mij dan eerder had geremd. Dus dat het niet zo'n noodstop was geweest. Dus dan was die aanrijding niet gebeurd. Ja. Dus ook al was dit niet mijn schuld, dan was dit nog steeds opgelost met autopilot. Ja, daar ben ik van overtuigd. Michiel, jij was gisteren ook heel erg bezig met de ethiek van een en ander. Ik zag een paar sessies waar je heen was, die gingen over ook de designers, mensen in het proces van het ontwerpen en bouwen van AI. Wat voor regels of normen je daarop zou moeten leggen? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat was een ontzettend leuke sessie. Ja. Dat was een man uit de designwereld en die zei voor interfaces die je bouwt waar data wordt getoond die uit een AI-systeem komt, moet je gewoon heel goed een heel aantal stappen doen om ervoor te zorgen dat jouw systeem bijvoorbeeld niet overdreven zeker lijkt te zijn. Hè? Met een fotootje kan zo'n algoritme zeggen, dit is. En er is een heel leuk bot op Twitter, PicDeskBot, dus PicDeskBot. En die neemt een foto en die zet daarbij wat zo'n machine learning dingetje als tekstje daarvan maakt. En daar zitten gewoon vaak heel grote fouten bij, omdat dat systeem, die kijkt gewoon naar wat de beste score is. En dat kan best wel eens een heel lage score zijn. Ja, dus eigenlijk zeg je, dat zou je gewoon transparant moeten maken. Ja. En als een bot kan zeggen, dit is met 25% zekerheid een varken. Ja. Zeg dan dat het met 25% zekerheid een varken is. Exact. En dat je dus dat in het hele ontwerp mee moet nemen. En dat ook iedereen die daar aan werkt, over na moet denken. Van wat voor data gaat hier in? En wat voor bias zit hier bijvoorbeeld in? Werkt het wel goed met alle soorten mensen? En dat ook gewoon de verantwoordelijkheid is van iedereen in die keten. Ja, dus ook van de gewone designers en mensen die programmeren. En ook van de mensen die met die data science bezig zijn. Die moeten gewoon ook heel goed nadenken over wat voor data zou ik missen. Of zijn er nog andere scenario's die hieruit kunnen volgen? Wat staat er vandaag op de agenda? Oh jezus, heb ik me weer niet voorbereid. Okay. Nou, wat ga je doen vandaag? Wat is het plan? Een ding... Wil je wat nog zeggen tegen mij? Of tegen jou nog wat? Wat wil zeggen? Nou ja, ik zou tegen jou willen zeggen, ga ook vandaag nog een keertje die beurs overlopen. Want dat heb ik gisteren weer gedaan. En dat is natuurlijk ongestructureerd door een ruimte lopen. Maar ja, ik vind het ontzettend leuk om onverwachte start-ups daar weer tegen te komen. In allerlei soorten en maten start-ups die naar de maan gaan en daar een station willen beginnen van toelevering voor andere reizigers, zeg maar. Eerst de fastfood op de maan. Bijvoorbeeld, dat is een goede stap. Tot een investeringsfonds voor muzikanten, wat ik leuk vond. En wat gaan wij doen? Nou, ik ga onder andere naar een sessie over Mars, namelijk omdat ik daar geen snars van geloof. Maar ik zal mijn hoofd openzetten en daar eens beluisteren, om proberen te achterhalen wat daar dan zo nuttig aan is. Dat heb ik nog niet gezien. En ik ga naar iets over iets bionische dingen, het samenkomen van technologie en medische toepassingen en nog een paar dingen. Een paar films ook.